In de congreszaal is vandaag een aantal personen gedecoreerd in verband met de viering of herdenking van de Dag der Marons op woensdag 10 oktober. President Desiree Bouterse haalde aan dat er verschillende benamingen worden gehanteerd voor de nakomelingen van de tot slaaf gemaakten uit Afrika. Enkele van de namen zijn Loemapansu, Frimapansu en Busnigre. De voorouders van deze mensen hebben in het verleden gestreden voor hun vrijheid en hebben in de binnenlanden duurzame samenlevingen opgebouwd, memoreerde president Bouterse. Hij legde ook uit waarom bepaalde mensen worden gedecoreerd. Wat er wordt dat? Oh, dus even. Mevrouw Bouterse is een speldje. Wat waarderen, dan ben ik als je zegt toe van me, zeg dat ik betrangen moore. Omdat hij, en omdat hij go dat hij in alle stilte je doen op je zorg. Ja, zo'n voetvrouw, ze om een duizend, tien, ze in de aan. Trouwantron professor, trouwantron meester, trouwantron minister. En dat is ook een goede vrouw. En dat is ook een goede vrouw. Maar goed, vrouw, net weer daarom. Ja, om eens maar samen met de meester, dat de meester zit dat. Zie je, ik heb een kast voor de wakago en een bijisma. Kulu ko saide ma boy na sama talent ne gaspor. Eta yer ne problema. Ta taka de family, ta taka de bitisma. Ta toka isu ko fasi. Dati ay konso parat aja ko meke skola. Dat na ato sa weta tiye. Meju granta ji. Namas first leader, namas arat kere, namas heer sarnam. Fu auroko sa itu, pinobel den tang ibon kos doja so, fu kiswa wardere. Ye doing on that aso yu tang. I may beg you, may ask you, that make you, and neng fu mama sana, godoro na nga den moy uroko disi. Godoro, fu tan positive, fu understand, fu apisten sa wi, sa gado libu poto jazo, dat je leven je bijdrage, je kan dragen vaak over aan de trouwen, zodat ik een bon voorbeeld over. En ik begrijp dat ik deze ook kom, dat ik een lange vraag te wat dragen. Bouterse noemde enkele namen van verzetstrijders die aan de basis hebben gestaan van de vrijheidsstrijd van de Marons. 10 oktober markeert volgens de president een moment in de wordingsgeschiedenis van Suriname. En vooral in de loop van de 18e eeuw was de koloniale machthebber in ons land genoodzaakt om na een mislukte strijd tegen de inmiddels goed georganiseerde gemeenschappen der barons vrede met hen, dus met de verschillende baronstammen te sluiten. Door daden van verzet tegen onderdrukking en onrecht van het koloniaal systeem en wel voor het verwerven van vrijheid en zelfstandigheid en dus vrede, hebben de voorouders van de verschillende groepen van de ex-slaven arbeiders in de toenmalige kolonie Suriname belangrijke waarden en normen gevestigd. Waarden en normen die nu als immaterieel erfgoed kunnen en mogen beschouwd worden voor het Afrikaans-Surinaams nageslacht. President Bouterse vanmiddag tijdens de decoratieplechtigheid in de congreszaal. Hij deelde mee dat dit jaar ook de drie tabbetje activiteiten georganiseerd zullen worden in het kader van de herdenking van de Dag der Marons. De hoogste onderscheiding, commandeur in de ereorde van de Palm, ging naar de Marons die zich op politiek en economisch gebied verdienstelijk hebben gemaakt.